Gisteren in Lang Leef je de Liefde. Eén blik op Roswitha en Willy heeft hun toekomst al helemaal uitgestippeld. Mijn oudste zoon woont in Canada. Dus wij gaan reizen. Ja, geen probleem. Als de blenders in de buik zitten, reis ik met jou de hele wereld door. Ja, Willy heeft geen 24 uur nodig om een beslissing te maken. Kom Ben aan. Als je iemand leuk vindt qua uiterlijk, wil het niet zeggen dat het innerlijke goed is. Maar ja, je hebt ze alle twee. Klaar. En ik zou niet weten wat er in de weg staat. Klaar. Oké. Bij Yannick en Quinty is de magie nog ver te zoeken. Wat dacht je aan toen je opgeeft dan? Ik wil wel wat serieus hebben of zo. Ja, ik ga hier niet heen doen, omdat ik denk leuk een weekendje weg of zo. 24 uur, dat is best wel lang, weet je wel. En als het echt iemand echt heel kuts is, dan zit je hier wel een dag. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Nou, je praat wel gewoon normaal, toch? Ik was echt bang als iemand, weet ik veel, gewoon gesloten is of zo, die zegt niks. Ja, maar ja, als je gewoon een beetje wat vragen aan iemand stelt, dan als je iemand gewoon op zijn gemak laat voelen. Ja. Lekker drinken. Oh ja. Ja, lekker galant, joh. Stel anders even snel een vraag. Volgens mij heeft Quinty net vrij subtiel laten weten dat ze dat wel fijn vindt. Een stukje interesse. Ik woon nu 6 jaar bijna in Amsterdam of daar. Ja, ik woon samen met een vriend daar. Wat heb je vandaag gaan eten? Ja, ik kan niet koken. Ja, ik kan ook wel een hamburger maken of een biefstuk of pasta. Een courgette kunnen we wel doen. Nee, joh. Nee, daar ga je van stinken, man, van die kleren. En wat wil je dan doen? Pannenkoeken maken? Ja. Pannenkoeken. Wat wil je ontbijt? Ja, ik ontbijt eigenlijk ook niet. Yeah. Maar je eet dus ook geen croissantjes, niks in de ochtend, brood? Ja, schrijf maar op. Maar die croissantjes, die moet je in de oven doen, toch? Maar hoe doe je dat dan trouwens als je met die vriend samenwoont? Als je dan eten gaat maken, dan kookt hij of zo voor hij jou? Hij kookt voor mij. Maar dat is, hij kan goed koken. Hij kookt voor mij, hij wast voor mij. Kan je ook niet wassen? Wasmachine kan ik wel, maar ik kan niet droogvingen. Het enthousiasme van Willy lijkt nog niet echt over te slaan op Roswitha. Maar zolang ze leuk blijft lachen en niks zegt, denkt Willy natuurlijk dat dit helemaal snor zit. Kijk, als ik jouw type niet ben, hoort gewoon alles op. Ja. Als jij mijn type niet bent, hoort het ook op. Ja. Snap je? Mm. Goed, heb ik je dat aangegeven dat ik je hartstikke leuk vind. Ik val sowieso op mooie ogen hoe jij dat hebt. Ja, gewoon. Toen ik binnenkwam in het halletje en ik zag het jasje hangen, dat was ik al genoeg. Oh, ja. Ja, dat wist ik al wat voor een soort type jij bent. Okay. En wat mij ook aansprak, dat was gewoon dat ik... hoe verder ik hierin kwam, hoe beter met dat mijn gevoel werd. Het is wel fijn als je je durft open te stellen. Mm. Ja, want als je je niet openstelt, dan scherm je ook een beetje jouw eigen geluk af. Ik heb echt even tijd nodig, ja. Dat is ook geen probleem. Ja, want ik ben niet het type die zich meteen vol erin gooit, weet je. Ik ben altijd een klein beetje terughoudend. Dat is goed. Ik voel me op mijn gemak, weet je wel. En dat is al een heel, heel... Pluspunt voor mij, ah, ja. Super. En dan weet ik van mezelf, ik kom wel losser. Ja. We drinken een wijntje en dan komt het goed. Ja, wat kan je nog meer over hebben? Ja, over het leven. Ja, hoe zit het leven? Hoe voelt het voor je? Het leven. Ik ben niet zo serieus met leven. Ah, het komt wel. Als ik klaar ben met school, word ik wel serieus, denk ik, hoor. En serieus. Maar nu niet. Gewoon veel zuipen en zo. Ik vind het al best. Ja, nu ging ik eerder wel gewoon tot 12 uur de stad in of zo. En dan daar nog een feestje bij ons thuis of zo. Ja. Partylife. Hm? Wel meer dan gemiddelde mensen van mijn leeftijd, denk ik. Ik vind het ook prima. Ik heb wel gewoon dat ik nu zoiets heb van... ik wil wel nu met iemand gaan daten waarbij het ook serieus is... en waar je ook ergens naartoe werkt. Want als diegene dat gewoon niet erin ziet... ja, laat het dan maar gewoon zitten. Dan is het gewoon met tijd aan het verdoen. Ik heb dan toch wel echt het huisjeboompje beestje idee. Weet je wat ik ook leuk vind? Nee. Dat ik jouw kleren mag zien. Mijn kleren? Ja, weet je wat ik gewoon het einde vind? Nee. Als ik met jou zo kan gaan shoppen... Ja. Dat ik kan zien wat jouw stijl is. Oh, oké. Kom kijken. Ja, vind ik echt leuk. Laat me eens kijken. Weet je wat ik tegen mijn dochter ook zei?
Ik zeg, schat, als ik die vrouw niet leuk vind, dan laat ik alle spullen de eerste nagel in het koffer. Want dan ga je de dag erop toch naar huis. Dan loont het zich niet voor het uit te pakken. Och. Eens kijken wat je voor leuke spullen hebt. Dat is een blusje. Mooi. Nou, ik heb het beval me al wat jij aan hebt. En leuk. Ja, de zwemkleer van de hoofdop natuurlijk. Ja, ook leuk. Nee, dat bevalt me wel, die spulletjes wat je hebt. Ja, die is ook heel leuk. Ja. Ah, mooi. Ja. Ja, dan zal ik eens het koffertje van mij pakken. Dus je denkt dat ik ook mijn koffer kan uitpakken? Zeker. Ja? Dus we blijven nog hier? Ja. Ik zal eens even een pannenkoek gaan maken. Nou, laat eens zien wat je kan. Kom op, Yannick. Dit is de ultieme kans om te bewijzen dat je in ieder geval de kookkunsten hebt. Van Quinty's ideale huisje, boompje, beestje, man. Kijk, hij begint met te roken als een gek. Had er geen olie of boter of zo in moeten. Heb je er geen boter in gedaan? Nee. Nee, je moet wel boter. Jezus, een dodo, ja, ja. Ik dacht, je doet er wel gewoon boter in. Ja, ik dacht echt dat het kon. Ja. Het ziet er wel heel goor uit. Nou, de pan is in ieder geval wel vast heel warm. Ja. Dus dat scheelt. Oké, maar wat moet er dan in? Olie of boter? Hier, die bakboter. Oké. Het is even allemaal even wennen. Het is allemaal nieuw voor mij. Neem de tijd. De eerste mislukt altijd. Zeg ja. Maar. Oh, ja, je moet een beetje zo met die pan zo. Deze voor jou, hè? Nee. Ja, echt wel. Maar hij ziet er wel heel goor uit, vind je niet? Dit is jouw pannenkoek. Oh, jij gaat het voor jezelf maken. Krijg zeker zo'n mooie ronde. Dan laten we eens aanproosten op die geweldige match wat ze gemaakt hebben, toch? Ja. Proost. Proost. Weet je hoe dat smaakt? Ga ik in het oor fluisteren. Ik wil je alleen een kusje geven. Naar meer. Ja, lekker. Lekker? Ja. 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 Hey, smakelijk, hè? Geniet ervan. Hij moet zeggen, mij. Het ziet er nou best wel goed uit. Ja. Ik kan zo bij een pannenkoekenrestaurant gaan werken. Ik vind het niet vervelend dan dat ik dan maar niet weet hoe dat moet. Ik ga in ieder geval nooit bij jou vragen van, hey, kan je even lekker pannenkoeken voor me bakken? Dat, Denk je dat het heel goed is? Mm-hmm. Ja? Ja, ik vertrouw jou, hè. Het is biefstuk, hè. Alsjeblieft. Dank je wel. Kijk eens hoe lief jij bent. Beter kan ik me toch niet kunnen wensen. Ja, ik ben best wel zorgzaam. Heb jij behoefte om mij aan te raken? Moet je daar lang over nadenken? Dat is geen goed teken als je lang moet denken. Soms heb ik dat moment wel even en dan zet me dat altijd weer terug naar het denken. Nee, laat maar niet doen. Zeg maar bijvoorbeeld als ik je zo aanraak, ja. Zo weet je wel, of wat. Hè? Hm? Leuk. Dat ik denk, oh kijk, ze wil dat. Ze wil een relatie met mij, ze wil, weet je. En dat heb ik dan niet. Ik kan je wel zeggen van, ik zou het gewoon heel fijn vinden. Ja, dat er voor ons een toekomst weggelegd is. Bij mij hoef je geen rem erop te houden. Een soort rem heb ik. Ja. Wanneer gaan we trouwen? Wat vind je het lastigst aan daten, leg uit? Het hele gebeuren, dat je gewoon moet afspreken met elkaar. Ja, vind je dat lastig? Ja. Vind je het moeilijk aan dan? Dat er altijd vaak wel wat tussen komt of zo. Of ik, er komt, ja, dan ga ik wat anders doen of zo. Je spreekt gewoon wat af en dan zeg je, ja, ik ga wat anders doen, mijn vrienden gaan dit doen. Maar waarom? Omdat je gewoon niet geïnteresseerd bent. Ja, weet ik niet. Ja, dat gebeurt, is wel eens gebeurd. Ik vind dat echt zonde. Je hebt toch gewoon een afspraak met iemand. Dus hoe ga je dan op het laatste moment zeggen van... Ja, weet ik niet. Dat vind ik het lastigste dan, denk ik. Gewoon dat je weer je moet openstellen aan iemand anders of zo. Maar dan ben je eigenlijk dus gewoon een beetje soort van bang om daarheen te gaan. Dat je dat dus dan denkt van, ik ga toch liever met vrienden wat doen, wat is vertrouwelijk. Ja, denk het wel, inderdaad. Hm. Dus. Oké. Okay. Hoe zorg jij ervoor dat je het beste uit het leven haalt? Nee, niet veel zuipen.
Dus dat is denk ik waar ik gelukkig van word. Van hard uitgaan? Nou, niet met pillen en zo, maar... Hmm. Nee, maar ja, weet ik veel, dat je gewoon uit kan gaan en zo, dat soort dingen. Oké. Okay. Hoe kan ik jou na een moeilijke dag opvrolijken? Koken. Afwassen. Ja, ik zie mezelf dat niet doen. Quinty is hier niet voor de vacature thuiskok en poetsvrouw, hè, Yannick? Zij wil liefde en passie. Al is een man die daar te veel van heeft ook weer niet perfect. Want Willy wil wel heel veel op deze eerste avond. Goed, zeg maar. Jij mag zeggen wat we gaan doen. Ja. Ik ga op de bank liggen. Denk je dat ik wil bijten of zo? Ja. Denk je dat ik je bijt? Doe je niet? Nee, echt niet. Oké. Okay. Ja, goed, ik zie dat niet... Kijk, en je vindt me leuk, ik vind jou leuk. En we zijn volwassenen mensen. Dus ja, leuk nou, dat je goed. Toch... Is goed, doen we dat, hè? Ja, zeker. Gaan we lekker in bed liggen. Kan ik straks lekker in het bad zitten? Anders duurt de auto heel erg lang. Ik vind het wel een lange dag, eigenlijk. Ja. Vind je niet? Ja. Boah. Misschien is dat ook wel een beetje omdat de gespreksstof ook wel een beetje op is. Ja. Maar sowieso, normaal zit ik ook niet 24 uur met iemand en allemaal 24 uur met iemand maar te lullen. Op een gegeven moment ga je toch een beetje je eigen ding doen, toch? Ligt eraan. Als het soms wel gewoon goed klikt, dan is het wel... Dan is het vaak wel anders, hoor. Wat is het langst dat je met iemand bent dan? Nou ja, als ik iemand leuk vind, kan ik daar wel dagen mee zitten, hoor. Oh, echt? Ja. Ik ga mijn zwemkleding aan dan. Vind je dat niet toch aangenomen? Ja. Zou je liever alleen willen leven? Nee. Kijk, ik doe echt niks wat je niet wilt. Nee, daarom. Kijk, als jij mij leuk vindt, dan... ja, goed. Mij mag je wel knuffelen. En ik heb het geduld voor te wachten, dus. Ja. Weet je, vind je het leuk, maar ik heb geen kriebels of zo. Dat heb ik niet. Dat heb je niet. Nee, dat heb ik nog niet. We zijn nog lang naar de hoed gevallen. Het verlangen we nog veel nog. Ja, we zien wel. Dat heerlijke zonnetje wordt nog net niet weerkaatst in de verliefde glimlach van Willy. Er is werkelijk niets in deze wereld dat zijn beeld van Roswitha kan verpesten. Goedemorgen. Hm. Hoe laat is het eigenlijk? 9:45. Heb je wel wat geslapen? Nee. Ja, ik heb het gehoord. Af en toe was het wel heel grappig, de geluiden wat je maakt. Ja. Ja, dat is zo'n soort concert, hè. Daar gaat het van... Quinty heeft blijkbaar tijdens haar eenzame hot-tub-sessie besloten om het hier niet bij te laten zitten. Wie weet is Yannick wel echt een ochtend- en buitenmens. En gaat hij er, dankzij haar duwtje in de rug, toch nog een leuke date van maken. Het is warm worden. Heb je eigenlijk nog iets wat je van mij wil weten? Nee? Nou, op dit moment niet. Als jij in een relatie zit, zou je dan wat meer diepgaande gesprekken voeren of niet? Ja. Godver. Nee, dat wel serieuze gesprekken, diepgaand. Wat is voor jou diepgaand? Over FIFA praten? Over FIFA praten. Nee, ja, als je ergens mee zit of zo, of dat je daarover praat met elkaar. Gewoon elkaar goed leren kennen. Oh. Als je in een relatie zit, dan ken je toch al, elkaar toch al, als het goed is. Ja. Maar misschien wat meer inhoudelijke gesprekken in plaats van over de weer of zo. Ja, precies. Sokken beginnen nat te worden. Wil je stoppen? Ja. Ik vond het wel heel erg lief dat ik een kopje koffie kreeg aan bed. Ik vond het echt leuk, ja. Ja, maar zo ben ik. Zo zou ik ook thuis zijn. Hebben we dat nooit gehad? Nog nooit? Nog nooit. Hebben ze mij eens een kop koffie aan bed gekregen. Ja, hoe fijn zou het dan zijn als je altijd een kop koffie krijgt? Nee, vond ik echt lief, ja. Ja, dankjewel.
Dat was je niet gewend? Hè? Nee, ben ik helemaal nog echt niet. Ja, goed. Maar ik ben een van de, van de knuffelen. Ja. Ik vind je gewoon heel leuk. En ik ben er ook gewoon eerlijk in. Ik hoop gewoon dat er ook meer in zit. Ja. Heb je het idee dat je me goed hebt leren kennen? Of? Ja, wat is goed. Maar ik denk wel dat ik je heb leren kennen, inderdaad. Ja? Dus ja, dingen die je hebt verteld, die heb ik op zich die heb ik gewoon onthouden. Heb je het gevoel dat je veel van mij weet dan? Niet mega veel of zo. Ja, waarom zou je gelijk met iedereen over alles gaan praten? Je kent elkaar niet eens. Je hoeft niet ook niet je diepste geheim te vertellen, maar je kan wel gewoon... Gewoon veel over jezelf vertellen, toch? Dat je gewoon veel van iemand weet. Toch dingen waar je echt aan geïrriteerd hebt aan mij dan? De gesprek ging in het begin best wel vloeiend, maar daarna vond ik het eigenlijk een beetje soort van moeizaam verlopen. En ik vond het met jou gewoon heel moeilijk. Ja. Ik wist gewoon niet echt waar ik het moest zoeken eigenlijk. Nee. Ik zie het hele leven gewoon zo'n lolletje. Ja, eigenlijk wel. Ik moet wel iets serieus worden. Maar ja, ik vind het gewoon moeilijk altijd. Ik kan makkelijk over alles praten. Ik probeer je zoveel mogelijk van mij te laten zien. Ja. Maar de tijd is beperkt. Ja. En ik wil ook dingen jou dan zo laten zien. Ja. Dat ik ook iemand ben die jou verrast en met jou gewoon naar het strand rijdt. Ik wil geen kat en muisspel. Ik denk dat er wel heel veel in zit. Mm. Heel veel in zit. En als jij wil en als ik wil, dan redden we dat ook samen. Ik zie het wel met ons zitten, hoor. Oké. Okay. Ja, ja. En dat meen ik echt vanuit mijn hart. Ik had meteen een straal op mijn gezicht. Ja, toen ging zo'n warmte door me heen. En ik wil jouw twijfels wil ik gewoon wegpakken. Mm. Maar bij jou zit er een bepaalde terughoudendheid. Maar je hebt ook soms momenten van... Ja. En dan vroeg ik jou, ja, wat gaat dan in jouw hoofd om... als je dat gevoel even zo hebt? Luister goed wat ik allemaal zeg. En die dingen die kun je me over een week of twee weken of drie weken vragen. En ik geef je hetzelfde antwoord. En dan groeit je om vertrouwen. En dan gaat die onzekerheid wat je hebt, kan ik je wegnemen. Maar bespreek jij met mij bepaalde dingen niet, kan ik ze ook niet bij je wegpakken. Ja, een gesprek moet van twee kanten komen. En dat heeft Quinty in ieder geval geprobeerd. Maar na 24 uur sjorren en trekken komt Yannick niet verder dan praten over uitgaan. Dus wat moet je dan? Nou, we hebben weer 24 uur gezeten. Ja. Op een gegeven moment had ik wel zoiets van dat mijn energie een beetje op was. Want ik had ook echt het gevoel dat de gesprekken niet echt goed verliepen. Ja. Ik had ook niet echt het gevoel dat je daar initiatief of iets in nam of dat je doorvroeg. Ja, ik merk gewoon dat het niet bij mij past. Helaas. Ja, ik vind het toch wel fijn om gewoon met iemand gewoon een goed gesprek te kunnen voeren. Ik denk ook gewoon andere levensfases. Jij vindt het nog leuk om met vrienden en zo te zuipen. En ik heb dat toch wat minder. Ja. Dus ik ga niet verlengen. En ik ben wel benieuwd hoe jij het ervaren hebt eigenlijk. Nou, je hebt het al aangegeven, jij wil niet verlengen. Maar wat was jouw eigen keuze geweest? Want dit is mijn keuze natuurlijk. Wat was jouw keuze? Nee, mijn keuze was ook geweest om niet te verlengen. Maar waarom dan niet? Ja, omdat we gewoon die raakvlakken missen een beetje. Die interesse, zeg maar, wat jij zegt, andere levensstijlen of zo. Ja, maar nu ga je alles opnoemen wat ik vind. Ik ben meer met vrienden, zeg maar. Mm-hmm. En jij zegt van, ja, ik ben aan vastigheid toe. Ja. En dat verschil... Waarom geef je dat ook voor een programma als je niet aan vastigheid toe bent? Ja. Ja, prima. Dan ga ik wel een koffie pakken. Ja. Geef je in de banden naar huis? Ja? Ja. Is het al zo ingepakt dan? Of moet je nog inpakken? Ik heb hem eigenlijk nooit uitgepakt. Oh. Ik dacht... Daar ga ik niet de moeite mee doen. Zet jij de vaatwasser aan? Ja. Sorry. Is dat blokje erin? Ja, het blokje zit erin. Je hoeft alleen op start te drukken. Veel plezier met je bierpakket. Doei. Quinty heeft 24 uur geïnvesteerd in deze kans op liefde. Dus het zou leuk zijn als dat toch niet voor niets is geweest. Ben jij wel die serieuze gozer die er alles aan doet om haar te veroveren? Meld je dan nu aan. En Yannick, die is na deze dag wel toe aan een paar avonden doorhalen met zijn vrienden. De liefde van zijn leven moet maar even wachten. Kijk eens, mevrouw, alsjeblieft voor jou. Oh my god. Wat lief. Wie graaf zal wat vinden. Wat moet ik graven? Eventjes graven in de bas. Oh. Oh. Wat leuk.
D'accord. Dat heeft natuurlijk ook nog niemand voor je gemaakt, Anna. Nee. Ik snap dat niet. Nee. Zie je wat je allemaal gaat missen, hè, als ik er niet ben? Weet je wat je dan zegt? Och, Willy, je hebt zo gelijk. Och. Je hebt zo gelijk, ik ga het missen. Wat wil je dadelijk naar de tubby doen? Nou, ik ga eerst even een kopje thee drinken. Wil je ook een kopje thee? Nee, dan. Nee. Ik heb hier. En dan wil ik heel even met je praten. Met mij praten? Ja. Ja, zeker. Zeker kan je met me praten. Zet je thee, Roswitha? Dan gaan wij kennis maken met Robbie. Hij is 23 jaar, werkt als hovenier, maar ook als kok in opleiding. Dat klinkt best druk, maar na 3,5 jaar alleen maakt hij echt wel tijd voor een leuke relatie. Je mist toch wel iemand naast je zitten, zeg maar. En aan de andere kant, van na zo'n tijdje alleen zitten, dan raakt het ook wel gewend. Maar ik mis het toch wel meer naar iemand naast me. Ik zoek iemand met een beetje humor en iemand die niet op zijn mondje is gevallen. En qua postuur een beetje slank, nou niet te slank, maar gewoon normaal postuur, zeg maar. En ik vind het best wel altijd lastig om dit uit te leggen. Ik ben zelf licht verstandelijk beperkt. En als diegene daarmee zou kunnen dealen, ik ben daar ook niet de moeilijkste in, zeg maar. Ik geef mezelf toch wel de liefde om gewoon een normaal leven, een huisje, boompje, beestje op te kunnen bouwen samen met iemand. En dan niet alleen maar te scharrelen, gewoon echt een liefdevolle relatie te beginnen. Dan zou het fijn zijn als het meteen hartstikke klikt met de 25-jarige Amber uit Drunen. Zij heeft haar ideale plaatje wel helemaal voor zich. Maar ja, na 2,5 jaar zoeken heeft ze nog steeds niet de man gevonden die daar perfect bij past. Ik ben op zoek naar gewoon het huisje, boompje, beestje, de vastigheid. En ik wil gewoon een partner hebben, maar ook een maatje. En lekker een steady toekomst beginnen. Qua innerlijk ben ik op zoek naar een jongen die, ja, eigenlijk het standaarde, lief, leuk, zorgzame. Maar hij moet wel een beetje pit erin hebben zitten. Want ja, ik ben niet zo'n grijs muis die het liefst de hele dag thuis zit. Want ik hou van dingen ondernemen. Al is het van een boswandeling tot sporten. Het liefst ga ik dat samen graag doen. En we moeten wel gewoon verzorgd zijn. En ja, gewoon een mooie lach hebben. Want chagrijnig mensen, hou ik ook niet van. Je kan aan mij zien dat ik verliefd ben doordat ik vrolijker ben, de sparkling in mijn ogen en mijn houding naar ook iemand toe. Hoi. 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 Dus zal ik even neerzetten. Ik ben super zenuwachtig om eerlijk te zijn. Ja, ik ook. Hoi, Amber. En ik heb wel niks voor ons meegenomen. Ah, top. Ik heb wat voor jou meegenomen. Ik heb hier... Vrouwen gaan altijd houden, tenminste dat denk ik, van chocola. Dus ik heb... Zeker ook. Maar dankjewel. Echt lief. En ik heb hier nog een flesje bubbels voor ons meegenomen. Oh, altijd lekker. Alleen, mijn hart klopt als een bezetene. Ja. Niet alleen die van jou, hoor. Ik ben hier al 3 dagen zenuwachtig voor je. Echt? Ja. Waarom dan? Ja, je weet niet wat je te wachten staat natuurlijk. Nee, dat sowieso. Ik heb hier nog gewoon een sfeertje alvast kunnen maken. Een beetje kaarsjes aangezet. Altijd leuk. Zullen we hem nou wel eten of wil je hem straks eten? Zullen we straks eten anders? Ja, dan, ja, ik zal hem wel even voor het bordje in de koelkast zetten. Wil je wat drinken trouwens? Ja, doe maar. Ik heb hier even kijken. Chardonnay. Chardonnay is altijd goed. In ieder geval. Ja. Proost. Zelf 24 uur in ieder geval. Ja, we zijn iets dwars. Ja. Ja. Ja, ik vind dat ik het toch moet uitspreken. Ik vind je echt een hele lieve man, echt waar. Maar ik heb die aantrekkingskracht niet en ik heb het gevoel niet. En ik denk ook niet dat dat gaat komen. Nee, ja, duidelijk. En dat wil ik niet verlengen. Ja, ja. Nee, duidelijk. Maar ik merk aan jouw kant dat je dat wel heel graag wilt. Omdat ik voel en merk dat je heel snel voor stappen loopt. Ha, je zal met mij al op vakantie gaan, je samen met mij gaan shoppen. En weet je, eigenlijk in principe, ik kan alleen je naam en ik weet waar je woont. Dat is alles wat ik van je weet. Nee, goed, dat begrijp ik maar. Snap je? Ja, ja. En dat benauwt jou. Nee, goed. Maar ik had gewoon zoiets van, ik wou het graag uit jouw mond horen. En ik wou het je niet in jouw mond leggen. Dus, maar ik heb hier... Maar dat is wel wat je toch...
toch veel gedaan heb. Je praat veel. Heb ik ook gezegd, daar heb ik geen moeite mee. Maar je vult eigenlijk wel alles een beetje voor mij in. Ah, terwijl zo, dat je ja, me dat eigenlijk niet kan. Je kunt me helemaal niet. Nee, klopt, maar dat, was, dat is niet mijn opzet. Maar omdat ik die aantrekkingskracht niet heb en ik heb het gevoel niet... Dan, weet je, als ik dat niet heb, dan kom nee, ik ook niet los. Nee, dat werkt het niet. Nee, ik ga niet verlengen. Nee, goed, het is wat het is. En ja, ik denk dat het wel een goede match was. Zeer zeker. Maar ja, als het gevoel niet daar is, dat is gewoon... Ja, dan houdt het op. Dan hoort het gewoon op. Ja, hoort het zeker op. Ja, kom. Nee, maak je echt geen zorgen. Ik wens je echt het allerbeste. Ja. Wij gaan gewoon het koffertje pakken en... Ja. Ja, rijden we naar huis toe, toch? Op naar Limburg. Ja. Zo, jonge dame. Oké, knuffel. Ik wens je... Alles goed. En toch leuk dat we ons hebben leren kennen. Ja, zeker. Goed? Jood? Jo. Oké, hoi hoi. Hoi hoi. Roswitha heeft haar hart laten spreken, maar niet op slot gezet. Als jij haar heel rustig wilt leren kennen, geef je dan vooral op voor een relaxte date. Willy heeft de tips van deze date heel goed opgeslagen. Dus als jij denkt dat het wel eens tussen jullie zou kunnen klikken, dan geeft hij je graag 24 uur om op jouw tempo nog een keer te daten. Morgen krijgt Robbie het antwoord waar hij op hoopt. Is het een beetje wat je had verwacht? Of? Voor mij is het in ieder geval gewoon gezellig en goed. Nee, daar gaat het om. Ik kan met je lachen. Ik heb ook wel het gevoel dat ik ook met je zou kunnen janken. Maar de woes is er nog niet. Tot morgen.